Daar is Prupper, daar is Prupper, daar is Prupper weg! Wat een goal! Wat een waanzinnige goal van Zerouki! Prupper met een weergaloos doelpunt! Zerouki binnenkant voet, oh! Magistrale treppen! Jan is er ook. Is Jan nu op Marques af. Doet het op deze manier. Wat een schitterende goal. Prachtige gelijkmaker. Mizidjan. Voortreffelijke invalbeurt van Mizidjan. En je hoeft niet te passeren om een leek in de hoek te kunnen schuiven. Dat doet hij voortreffelijk. Hier begint het El Karouani. Opgejaagd. Loopt ze vast. Schuift hem zo in de voeten van Sadilek. En dan is het dan Mizidjan. Kort aan de voet. Kleine gaatje dat er is, weet hij te vinden. Zerouki komt vrij. Dat is nog beter. Voorwaarts naar Sadilek. Mooi balletje. Flap. Beetje geluk dat hij valt voor Brunet. Van Wolfswinkel. En 1-0 voor Twente. Zijn eerste echte kans is raak. Het zat Twente een beetje mee in een snelle aanval. En het is niet zo dat Sparta heel veel kansen weggeeft. Brunet. Wolfswinkel, Tjerny, ruimte om uit te halen van Klaf Tjerny. Onberispelijk. Brunet. Het tikje van Wolfswinkel is bekeken. Hij zorgt ervoor dat Tjerny vogelvrij staat. Dan staat Twente dus op die gewenste voorsprong. Want hier in Enschede willen ze maar één ding en dat is vierde worden. RKC Go Ahead bij elkaar een kwartiertje gespeeld. Als Smal deze bal naar Brunet steekt. Brunet maakt het af. Joshua Brunet zet FC Twente op voorsprong. Na een geweldige steekpaas van Gijs Smal. De lach bij Jan, de vreugde in het uitvak natuurlijk. En zijn tweede al sinds zijn winterse komst. Deze bal van Smal heeft gezien dat Brunet onderweg is naar het midden. En precies in de loop. En goed afgemaakt door Joshua Brunet. Nog altijd ligt Spierings op het gras. Ik zou zeggen, pijn aan het hoofd, dan mag je als scheidsrechter het spel stilleggen. Maar dat schot van Zerouki volgt en dat is bijzonder fraai. En als je dan toch je allereerste doelpunt moet maken in het shirt van FC Twente 1, dan maar op deze manier. Als PRS het door laat gaan, doet Zerouki vervolgens iets zeer kunstigs. Tegen een keeper van ieder niveau was dit een treffer geweest. Sadilek, nog maar eens inbrengen die bal. Daarachter doet Tjerny. Die krijgt de bal dus ook. Staan er 6 van Twente voor het doel te wachten. Hier is Brunet. Die brengt erin. Het doelpunt van Brunet. 2-2. En door, zegt Jans. Die Mizidjan bracht. Tjerny, Ukalde. Maar het is die andere invaller die scoort. Degene waarvan je toch het minst verwacht. Joshua Brunet. De assist dan wel van Tjerny, die legt hem klaar. En Brunet, hoeveel hiervan precies zo bedacht is er een afloop van vragen. Maar hij valt precies in het hoekje. Prupper, kan hij hem voorbrengen? Het lukt hem, hij schiet hem erin! Hij schiet hem erin! Prupper! Maar hij kan door. Ja, en hij veegt hem erin. Wat van Mizidjan geplokt uit de klutsflap. Ugalde legt klaar. Zerouki binnenkant voet. Oh! Ho, ho, ho! Magie!
magistrale treffer. Wat een geweldig doelpunt. In een wedstrijd met amper kansen waaruit het van corners dan maar moet komen. Kan het ook op deze manier. Echt weer geloof. Bal voorbij aan deze. Van Wolfswinkel, Zerouki. Schieten. Ja, dat doet hij. Wat een goal. Wat een waanzinnige goal van Zerouki. Dan legt Van Wolfswinkel die bal terug op Zerouki. Ja, die moet ook even een kleine omweg maken. En dan jaagt hij hem in de winkelhaak. Een schitterende goal van Zerouki. Oosterwolde neemt hem. Daar is Prupper. Daar is Prupper. Daar is Prupper. Instructies van de trainer opgevolgd. En Prupper doet het. Alvarez. Klaassen te laat. Prupper op tijd. Het is een schitterende schuif. Hoog in de verre hoek. Stekelenburg kansloos. Twente heeft wat het op basis van deze wedstrijd verdient. Een punt.